Korde blijkt weinig waardering te hebben voor de kritiek die hij te verduren kreeg tijdens de uitzending van Vandaag in Zijn reactie? Een resolute F-asterist CK Dem, gevolgd door een uiting van ongenoegen over het tonen van repetitiebeelden die volgens hem de lage toon zetten. Opmerkelijk is het gebrek aan zelfreflectie bij Korde, die in het verleden niet vies was van het belachelijk maken van vals zingende kandidaten in programma's als Idols en X-Factor. Nu de rollen zijn omgedraaid en hij zelf onder vuur ligt na een bedroevend optreden, lijkt hij moeite te hebben met de kritiek. Bij tijd voor Max uit Gordon zijn ongenoegen over de flauwe behandeling bij 6. Zonder ook maar iets gehoord te hebben, voelt hij zich onderuitgehaald en noemt het onwaarschijnlijk laag bij de grond. Een emotionele uiting die hij afsluit met een krachtige F-asterisk CK-dem. Wilfred Gené, geconfronteerd met Gordons reactie, countert dat het optreden van Mel en Vintage Future wel degelijk anders was dan dat van Corden. Een stuk beter, volgens hem. Collega René van der Gijp voegt daar spottend aan toe dat het vermakelijk is om Gorde, die dertig jaar lang anderen in de maling nam, nu te zien klagen over iets dat laag bij de grond zou zijn. De waarheid lijkt echter anders te liggen. Wilfred onthult dat er navraag is gedaan bij de makers van de beelden, en het blijkt geen repetitie te zijn geweest. Gorde wordt betrapt op een leugen, wat de geloofwaardigheid van zijn verweer aantast. Helene Hendricks benadrukt dat een slimme reactie beter zou zijn geweest. Waarbij hij het van zingen toegeeft maar er een humoristische draai aan geeft. Politiek verslaggever Sam Hagens karakteriseert Gordon als zielig, onvermogend om met kritiek om te gaan. Aram Beet bevestigt later in RTL Boulevard dat het inderdaad geen repetitiebeelden waren, waardoor Gordon's argument flauw genoemd wordt. Opvallend is ook het gedrag na de uitzending van Tijd voor Max. Gordon wordt, op krukken en met een knieprobleem, door Jan Slachter in de auto geduwd om te ontsnappen aan een interview met RTL Boulevard. De vraag reist of zenuwen en het vermijden van een live nat gaan op zender hier een rol speelden. De controverse rondom Gordon lijkt zich daarmee verder te verdiepen, met vragen over eerlijkheid, zelfreflectie en het vermogen om met kritiek om te gaan.